felicitaties zijn van de fokker Henny Kloosterman en eigenaar Peter Delis. Dennis, gefeliciteerd. Je maakte het korte metten met de rest. Ja, nou ja, ik heb het beste paard, dus dan moet je ook zo rijden. Dus op het moment dat het tempo naar beneden ging, heb jij niet getwijfeld? Nee, kijk, als ik dan ga twijfelen, dan ben ik te laat. Want het laatste keer met 13-4 zag ik. Ja, ze maakt het gewoon makkelijk af. En ik heb hem één tikje gegeven dat hij verwakker bleef voor de finish, maar verder niet. Dus een topper van de jaargang zien we niet zo snel in de grasbaanfinale. Maar dat heeft ook een reden, hè, dat het paard wat later is gekomen. Ja, en hij heeft natuurlijk wel problemen gehad als jong paard. En ja, die zijn gelukkig voorbij. En ja, ze doet het nu heel goed. Dus ze kan het werk goed aan. Dus we gaan doorkoersen. Vorig jaar won je met haar de Fokkerstrofee Medisch. Je zit er vaak achter. Hebben jullie een speciale band? Nou, weet ik niet. Ik vind het een heel fijn paard. En volgens mij vindt zij het wel lekker als ik achter er zit. Dus ja, ik hoop dat het zo blijft. Mooi succes en een mooi succes voor de stal ook. 1, 2, 3. Ja, ik zag het. Ik zat even om te kijken of die andere 2, 2 en 3 werden. En ja, werden ze gelukkig. Super, gefeliciteerd hè, Dennis. En dames en heren, Kimberly Swiss, een 4-jaar gebruine merrie van Offshore Dream uit Paris-Bie. Gefokt door Henny Kloosterman in eigendom van Stal PD. Getraind door Bas Krebas, die vandaag de 1, 2 en 3 afleverde in deze finale grasbaan challenge. Start en gereden over door Dennis Minema. Minuten. Fokker, eigenaren en mede-eigenaren van Stal PD gaan hier op de foto met Kimberly Swiss. En inmiddels is de hele uitslag ook officieel. Tweede de 11, Kaboom. Derde de 3, Kiss and Ride. Vierde de 10, Kiss Me Quick. En vijfde de 5, Gabor Reis. 9, 11, 3, 10, 5, officieel. Foto's zijn gemaakt en dan kunt u in de handen van de eerste winnaars van de finale Grasbaan Challenge. Volgende week nummer 2, maar nu een applaus voor de eerste winnaar. Kimberly Swiss met Dennis Minema. And if she should tell you she won't stay back, tell her no, I gotta go. I'm just a one and it's a night away with senoritas young and fresh. Dames en heren, dat is precies het moment dat Kimberly Swiss vanaf de laatste plek in één rust de leiding overneemt. En loopt dan een laatste kilometer van 1.13.4. Voor de laatste 500 meter 13.8 en de laatste 13 rond. Het was niet de vraag wanneer die zou komen. Het was niet de vraag dat of die zou komen, maar wanneer die zou komen. En hij deed het precies op het moment, Dennis Minema, dat de 500 meter vooraan 1.22 ging. Daarachter zit Rob de Vlieger op plek 2 nog, maar die zet druk op de leider. Gabor Reis probeert het bij Kimberly Swiss, maar dat is een vrij ongelijke strijd. Als je naar de verrichtingen kijkt, dan mag je daar weinig hoop uit putten dat het zal slagen. En daar komt Rob inmiddels ook achter. Daarachter wachten Bas Krebas en Tom Kooijman alleen maar op het moment om Gabor Reis nog voorbij te gaan. Dan hebben ze ook de plekken 2 en 3 te pakken. En dat moment is hier aangekomen. Daar gaat Krebas. En hij heeft ongetwijfeld tegen Tom Kooijman gezegd: jij rijdt achter mij aan en pakt hem het laatste stukje naar buiten. En dan luistert Tom aardig goed, want dat doet hij precies op dit moment. En als Krebas dan denkt dat hij misschien 2 kan worden, is Kaboom om op het laatste stukje ook nog voorbij. Ik zit inmiddels met Rick Wester in de studio. Rick, 1, 2 en 3 voor deze paarden. Maar dat valt in dit veld niet echt uit de toon. Nee, er zijn 3 goede paarden voor deze klasse. Ja, ja. Dit was wel heel overtuigend. Kimberly Swiss, startnummer 9, eigenlijk het enige wat hem kon kloppen, het startnummer. Ja, klopt. Het is een vervelend nummer, maar paard staat boven de rest.